auto heeft een ongelooflijk acceleratie. Of koppel op elke snelheid. We rijden nu 60 of van 60 naar 90 of van 0 naar 30. Dat trekt even fel. BMW speelt vooral op het gevoel van het rijden. Ik moet zeggen, ik heb al vele BMW's gereden voorheen. Dat met deze nieuwe e-reeks, dat een uitzonderlijke driving experience is gerealiseerd. Echt iets nieuws. Iets wat je totaal niet in andere auto's kunnen gaan. Of kun je in de stad rijden of op de auto, of langzaam rijden of snel, de experience heeft altijd iets verrassend. Het rijcomfort is compleet verschillend van andere wagens door het feit dat als je de gas lost, de hele wagen aan de remmen hangt. Dat is een hele nieuwe manier van rijden. Je geeft gas en je neemt die energie weer terug. Je maakt balans eigenlijk. En je hebt ogenblik de snelheid die je wilt. Je hebt ook geen echte grote snelheid meer nodig. Je bent tevreden met de snelheid onder 120 km per uur. Dat is heel belangrijk voor mij.